De nieuwe politieke partij A20 is afgelopen zaterdag met veel zang en gebed geproclameerd. De voorzitter van A20 is Steven Rijmen. In de bankethal van Hotel Turarica werd het bestuur aan de aanwezigen voorgesteld. Het is opmerkelijk dat het bestuur uit veel jongeren bestaat. De bestuursleden zijn Graciela Shinafung, Harjo Paviro, Fadil Illes, Meredith Leter, Henk Lemmert, Serena Esset en voorzitter Steven Rijmen. De bestuursleden gaven kort aan waarom ze in de politiek zijn gestapt. Ik krijg als antwoord leiderschap. Integer en dienend leiderschap. Suriname heeft leiders nodig die het land oprecht gaat dienen. Hoe mooi zou het zijn als onbaatzuchtig leiderschap gedemonstreerd zou worden. Ik geloof in een tijd waarin Suriname bestuurd zal worden door leiders die niet denken aan hun eigen belang. Leiders die niet denken aan hun eigen zakken. Leiders die niet bang zullen zijn om beslissingen te nemen ten voordele van Suriname. Het wordt tijd dat wij in Suriname nu voor onszelf gaan zorgen. Het wordt tijd dat wij Suriname rijk gaan maken. Het kan niet zo zijn dat wij de afgelopen 44 jaar, en dan heb ik het over 44 jaar, want volgende maand zijn we 44 jaar onafhankelijk, dat wij eigenlijk continu hebben zitten importeren en lokale sectoren kapot hebben zitten maken. Het wordt tijd nu dat wij voor ons eigen belang, en dat is het Surinaams belang, Suriname eerst, gaan beginnen op te komen. Want het moet echt anders in Suriname. Toch, terwijl Luku Lontu, terwijl de inna verkeer, dat we she, van ons maar een misdraagde schrijven. Toch, we tonen weinig respect naar elkaar toe. Terwijl ze doen op rijles, want de eerste zin zou we leren naar verkeersfatsoen. Maar helaas, we hebben nodig in Suriname dat we meer met elkaar gaan samenwerken. Sarang, wat er van zit er? Mij weri, futuro. Is de net namelijk, bedankt president, mij met ons man. Dan vertel mij, een dochter studeert. Maar dat bouw zijn een goed trakondre. Mij weri. Mij weri via de sanatie. Dat is ma no a bribi moro in Suriname. Mi e bribi in Suriname. A reden zijn de voeren ma las bribi en mina nemen en kwalijk. Den takkie van ze geloven niet meer in de politiek. En ik begrijp het. Want je luku lontu dat je zie alle soort vormen van onrechtvaardigheid. De sansa de ma e verzinnen. Je staat je wat er ik bedoel. Het is gewoon schandalig wat er gebeurt in het land. Voorzitter Rijmen zegt dat A20 niet is opgericht om partijpolitiek te bedrijven, maar dat ze streven naar een technisch kabinet. We kopen, we zoeken alle rechtgeaarde stranden, maar we spelen de en we acten met samen naar wie de zit akondre die zien. Stranden, het kan anders. Stranden, het kan anders. Mawamantaki, if you want to be to see a change, you have to be the change. Tei wan shi wan verandering, you fos moest verander. Dus we beginnen nou eens schrijven, ik stranaman. Onze leiders, die met hun eigen ego, moeten we niet meer de kans geven om te doen wat ze willen in dit land. In dit land moeten we volwassen worden. We moeten beseffen dat dit land niet is van één persoon, maar dat dit land is van ons allemaal. Tot zover Steven Rijmen, voorzitter van A20. De partij is afgelopen zaterdag geproclameerd in de bankethal van Hotel Turarica.